Wij staan vandaag hier met een heel bijzondere jonge Surinamer. En met haar gaan we het hebben over iets heel bijzonders dat zij heeft uitgebracht. En ze gaat ons meer vertellen hierover. Wat is je naam? Mijn naam is Shantanu Suilen Chon, a.k.a. Suilen. En hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar oud. En jij bent begonnen met het schrijven van verhalen. Hoe ben je begonnen met verhalen schrijven? Ik ben begonnen toen ik op de schrijversvakschool zat. Dus dan wou ik verder gaan met verhalen schrijven. En ja, dus zo is het boek geworden. En hoe hebben jouw ouders het lezen en het schrijven gestimuleerd bij jou? Eerst las ik voor aan mijn moeder. En daarzo ben ik verder gegaan. Te gaan tekenen. En daarna zijn die tekeningen een verhaal geworden. Je hebt een boek uitgebracht, een verhaalboek. Wat is de titel van dit boek? De titel van het boek is Alakonde Verhalen uit de wereld van Suilen. Alakonde Verhalen uit de wereld van Suilen. Hoe kom je aan de titel? Ik kom aan de titel omdat ik vertel in het boek over verschillende culturen en verschillende levens. En dat kennen sommige kinderen of mensen niet. Dus dat wil ik gaan vertellen. En dat wil ik dat die mensen kunnen lezen om meer te weten over hun cultuur. En welke verhalen zijn zoal erin? Je hebt Dante en de Bikiweriman. Je hebt Sing Sing en de Reus. Je hebt Kupari, het leven van een Kupari. Je hebt Bailey, dat is mijn hond met epilepsie. Je hebt Mimi, dat is een luiaard. En ja, enzovoorts. Deze verhalen, hoe kom je op die verhalen? Hoe komt het schrijven? Hoe komt het schrijven tot stand van deze verhalen? Ik haal het uit het leven van het leven. Zo vertel ik over verschillende levens. En ik laat ze nadenken en bewegen. Zo kom ik eraan. Want dan hoor ik het leven van een Kupari. Hoe is dat? Vertel een beetje over het leven van een Kupari. Wat kan je me daarover vertellen? Houdt heel veel van de hondengeur. Dus het gaat meer bij de honden. En soms komt het ook op de mensen, maar niet zo vaak. Er zijn ook dikken en ze leggen eitjes. En als je een dikke dood trapt, dan komen er nog eitjes. Dus er gaan nog meer geboren worden, zodat ze weer op de hand kunnen komen. Dus je kan ze liever in een bakje met chloor gooien, dan ze dood te trappen. Want dan krijg je nog meer Kuparis. En heb jij zelf een favoriete verhaal uit dit boek? Ja, mijn favoriete verhaal is Bailey. Want Bailey is mijn hond. En ik heb dat dan voorgezien hoe ze met de epilepsie heeft gedaan. En wat ik kan doen om het te helpen. En dat vind ik een heel mooi verhaal. Want het is mijn hond. Want ik hou heel veel van haar. In dit boek, is het alleen maar lezen of zijn er ook plaatjes erbij? Er zijn ook plaatjes erbij. Ik heb ze zelf getekend en het was heel erg. Ik vond het heel erg. Ik vond me heel erg happy om ze te tekenen, want je kan echt zien hoe dat verhaal erbij komt met die tekeningen. En wat is de volgende stap met dit boek? Ik zou een ander boek maken met één verhaal of ik zou een stripboek maken. Natuurlijk heb ik steun nodig, want ik ben nog jong. Maar ja, ik denk niet dat ik zoveel verhalen ga maken. Ik denk dat ik maar één ga maken. Hoe kunnen mensen aan dit boek komen en voor wie is dit boek bestemd? Dit boek is bestemd voor iedereen, van alle leeftijden. Het heeft niet eigenlijk een leeftijdsklasse. Het is gewoon voor iedereen bestemd.
Ik zal zeker op mijn school de boeken dan doneren, zodat die kinderen kunnen lezen en die plaatjes ook kunnen kijken, zodat ze mij ook kunnen promoten. Je bent 11 jaar schrijver, je houdt van lezen. Wat heeft dit allemaal voor jou betekend om het schrijven en het lezen vooral? Het schrijven en het lezen verhaal heeft vooral mijn fantasie groter. Het maakt mijn fantasie groter. Ik leer heel veel. En ja, je taal wordt ook beter. Het wordt groter. En wat wil je in de toekomst worden? Ik wil een schrijfster worden of ik wil dierenarts worden. Het is gewoon, ik vind schrijven ook leuk als een hobby. Een dierenarts kan ik misschien ook worden, maar ik moet even kiezen welke ik eigenlijk ga worden. En heb je een boodschap of een motivatie voor jongeren zoals jou die ook kijken hiernaar? Ja. Als je een droom hebt, moet je heel hard werken om het waar te maken. Je hebt discipline en geduld nodig om het waar te laten maken. En natuurlijk gaat het niet vanzelf gaan. Je moet even stoppen en opnieuw proberen. Is dat ook zo gegaan met dit boek? Wat zijn de obstakels of moeilijkheden die je hebt gehad bij het in elkaar zetten van dit boek van jou? Ik moest heel hard nadenken hoe ik verder zou gaan met mijn verhalen en wat ik zou doen om die tekeningen te refreshen en ze te, beter te maken. En ja, het was natuurlijk heel erg hard om goed na te denken en zodat ik hier bakwa dingen zit te schrijven of gekke dingen zit te tekenen.